Hallo, daar zijn we weer. Nou, het project is nu bijna zo goed als klaar. Ik heb zeg maar vrijwel alles af. Ik heb een nieuwe firmware erin gezet die nog wat betrouwbaarder werkt. En ook dat als die nu zo'n liedje in zijn geheel afspeelt, dat dan zo'n radio gaat knipperen. Dan is het ook duidelijk. Anders is het een beetje vaag. En wat ik ook wel heel grappig heb gedaan is een detail. Kijk, ik hou van buizenradio's. En een goede buizenradio heeft eigenlijk altijd een afstemoog. Hier zo zie je dat. Dat gaat mooi groen oplichten als het afgestemd is. Nou is het punt, zo'n afstemoog werkt op enorme hoge voltages. Het is niet echt. Ik heb helemaal uitgezocht hoe dat werkt en ik zou dat kunnen doen, maar het is dus niet echt feasible. Je moet echt een piepklein isolatietrafootje hebben voor hele kleine wattages, een combinatie die eigenlijk niet echt bestaat. Of je moet echt een fancy schakelende voeding verzinnen die zo'n hoog voltage doet en zo. Dus dat heb ik niet gedaan. In plaats daarvan heb ik gewoon een schakelingetje gemaakt met drie felgroene ledjes. En ik heb dus op die drie MP3-spelers één van de vier lampjes. Daar kan ik dan zeg maar een soort afstemoog er nog bij voeden. Dus hier is er eentje, hier is er eentje, hier is er eentje. Kijk, dan heb ik van deze plastic kapjes van een peersensor. Die kan ik dan zeg maar op de plaats van het oog doen, zodat het licht een beetje wordt verspreid. Zodat je niet gelijk tegen die ledjes aankijkt. Nou, en dan, ja, dan hoop ik dat het werkt. Ik zal hem weer eens even aanzetten. Ook de opstartsequence is wel leuk. Ik heb nu echt precies hetzelfde liedje iedere keer. Dat is wel grappig. Ik zal hem eens even aanzetten. Hopsa. Nou gaat hij weer. Hopsa. Nou, jongens, kom maar. Start maar op. Kijk. Dus daar komt aardig fel groen licht uit. Echt een feestje. Kijk. En dan wordt het ineens doodstil. Work on your modulation. Gekke radioamateurs. Deze is dus afgegaan. Kijk, dus zal ik je gelijk een demo geven. Als we dus zeg maar het hele liedje willen horen in plaats van een fragment. Dan hou ik mijn hand er heel dichtbij. En als het goed is, dan zie je hem dan dat hij gaat knipperen. Zie? En dan weet je dus van, oh, dit liedje gaan we in zijn geheel horen. Handig. Ja, en als je dus. Nou, ik kan nog eventjes deze laten afgaan. Voor de leuk. En deze. Is er een beetje leven in de tent. Maar bijvoorbeeld deze ene, die nu speelt. Die kan ik ook weer gewoon uitzetten door weer opnieuw heel dichterbij te gaan. Dus dat is deze. Kijk, dan is die uit. Zie je? Hartstikke leuk. Het enige wat ik nou nog hoop, is dat we andere buisradio's ook zo'n mooie luidspreker hebben als deze. Zodat we echt mooi geluid kunnen maken. Oké, wish me luck. Ik ga het vandaag proberen te maken. Ba-da-da-ba-da.